Hallo, mijn naam is Sergej Schel. Ik ben teamcaptain van Service Binnen. Ik werk momenteel 7 jaar bij de Schippersgroep. Wat we bij Service doen is wij ontvangen een reparatie die ingezet is door onze klantenservice. Die ontvangen wij. Die is kapot. Wij beoordelen deze. Wij kunnen in deze stadium kunnen we zeggen een offertebedrag aanhangen. Dan gaan we het repareren. We testen het apparaat en we zorgen dat die netjes schoon verpakt wordt en weer richting de klant gaat. Wij staan stand-by voor R&D ook voor concepten te ontwikkelen. Daar wordt onze kennis bij gevraagd. Verder de gangbare dingen is reparaties van klanten en ook onze concepten die we in onderhoud hebben voor revisie. Hoi, ik ben Nick Menting. Ik ben in 2018 begonnen als stagiair binnen de serviceafdeling. Dit vanuit mijn opleiding mechatronica en ik werk nu al een aantal jaren hier als servicemonteur. Tijdens mijn stage heb ik me vooral bezig gehouden met het maken van een serviceproces. Dit van een product dat is ontwikkeld door onze R&D-afdeling. Het fijnste en het leukste dan ook van mijn stage vond ik dat ik veel ruimte voor eigen inbreng kreeg. Vele verantwoordelijkheden en diverse werkzaamheden. Momenteel hou ik me vooral bezig met repareren en reviseren van producten die wij verkopen. En het leukste dan ook van mijn werkzaamheden momenteel vind ik procesverbetering. Het team werkt met een klein team. Leuk, gezellig, warm sfeertje hangt er. Een lolletje af en toe op zijn tijd, maar ook af en toe zeggen van schouders eronder. Dat we zaken gaan oplossen, zaken gaan afwerken. Verder ook de mix tussen oud en jong. Dat maakt het ook leuk om hier te werken. De klant stellen we altijd centraal hier in deze, zodat we een tevreden klant hebben. We zijn op zoek naar een enthousiaste technische medewerker die 2 rechterhanden heeft. Die in is voor een dolletje, maar die ook op zijn tijd zegt schouders eronder dat we gaan ervoor. Vind je de techniek interessant? Hou je van aanpakken en is fysiek werk iets wat jij graag doet? Dan is dit misschien iets voor jou. Twijfel niet, ga acuut naar deze link en meld je aan.